Het Internet of Things gaat eigenlijk niet over things. Niet over chips, apparaten en sensoren. Maar vooral over mensen. En de dingen die zij ermee doen. Want zonder mensen blijft zo'n sensortje maar een stukje hardware. Maar met een vonk van een idee zorgt het Internet of Things ervoor dat boeren nooit te laat zijn wanneer een koe gaat kalven. Een dokter op afstand kan zien hoe het zijn patiënt vergaat. We samen fietsen kunnen delen. En onze dijken in de gaten kunnen houden, zodat Nederland beschermd blijft tegen het water. Wat uw ambitie ook is, ons netwerk groeit met u mee. The future is exciting. Ready?